In de video van vandaag ga ik je vertellen waarom sommige katten wel blaasruis krijgen en andere katten niet. Hoi, leuk dat je kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het kanaal waar je alles leert over het gedrag van je kat. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, dan mis je geen enkele video. En zoals gezegd ga ik jullie vandaag vertellen waarom de ene kat nou wel blaasruis krijgt en de andere kat niet. Hoe komt dat nou? Hè? Je hebt katten die misschien precies hetzelfde eten, ook bijvoorbeeld altijd brokjes eten en de ene kat krijgt wel blaasruis en de andere kat krijgt het niet. En dan denk je van ja, dat is toch heel onlogisch en ja, dat klinkt inderdaad heel onlogisch, maar er zijn heel veel factoren die daarbij een rol spelen. Nou, ik heb in de vorige video over ja, waardoor ontstaat blaasruis verteld dat het heel erg te maken heeft met hoeveel vocht een kat opneemt. Dus hoeveel water die drinkt of hoeveel vocht die via de voeding binnenkrijgt. Maar waarom ontstaat er nou bij de ene kat wel blaasruis en bij de andere kat niet? Nou, dat heeft met heel veel factoren te maken. En dat heeft eigenlijk allemaal betrekking op ofwel hoeveel water de kat drinkt, ofwel het heeft te maken met de kattenbakken. Dat klinkt heel gek, maar ik ga dat uitleggen. Allereerst, nou, ik heb uitgelegd dat als een kat meer drinkt, dat de kans op het ontwikkelen van blaasruis gewoon kleiner is. Hè, omdat de kat dan die stoffen die blaasruis vormen al uitgeplast heeft voordat het blaasruis er is. Dus dan heb je dat probleem niet. Maar alle redenen waarom een kat minder water drinkt, zullen kunnen ervoor zorgen dat een kat blaasruis krijgt. Dat zijn kans groter is om blaasruis te ontwikkelen. En ja, die zijn bijvoorbeeld, er is gewoon te weinig mogelijkheid om water te drinken. Er staat bijvoorbeeld maar één waterschaaltje en heel vaak staat dat waterschaaltje dan ook nog naast het voer. Nou, katten willen vaak niet drinken uit een waterbron die naast het voer staat. Wil je daar meer over weten, kijk dan even naar deze video. Ik zal hem hierboven linken. Maar dat kan een reden zijn waarom jouw kat dus minder drinkt. Als het water op een andere plek staat, kan het zijn dat hij gewoon meer gaat drinken. Ook zijn katten, ja, die bedenken niet echt actief van, oh, ik ga ze even drinken, maar die lopen ergens, komen iets tegen waaruit ze kunnen drinken en gaan dan drinken. Dus het verspreiden van heel veel waterbronnen door je huis kan ervoor zorgen dat een kat meer gaat drinken. Dus heb je maar één waterschaaltje, dan is de kans dat jouw kat die toevallig tegenkomt en gaat drinken veel kleiner dan wanneer er meerdere waterbronnen zijn. Het heeft ook te maken met de onderlinge relatie tussen je katten. Dus heb jij meerdere katten, dan kan het zijn dat als die katten, als het niet echte vriendjes zijn, ze niet tot dezelfde sociale groep horen, dat zij die waterbron het liefst niet willen delen. En als jij er dan maar één hebt, dan zullen bepaalde katten minder gaan drinken dan andere katten. Er kunnen ook andere dingen zijn die ervoor zorgen dat jouw kat die waterbron niet graag wil gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kleine kinderen of een hond. Misschien drinkt de hond wel uit dezelfde waterbak en wil jouw kat daarom niet uit die waterbak drinken. Maar ja, de kat kan ook gestoord worden in het drinken, dus door bijvoorbeeld kleine kinderen of door de hond. En dan kan die die plek als een onveilige plek gaan zien. En ja, eten en drinken is een kwetsbaar moment voor een kat. Hè. Katten zijn naast roofdieren ook prooidieren. Dat willen katten dus in alle rust doen. En als die rust dan continu verstoord wordt, doordat het te druk is, dan is dat niet een goede plek en zal de kat daarom minder gaan drinken. Nog minder dan wat hij van nature al doet. En ja, al die dingetjes die stapelen op en dat kunnen dus redenen zijn waarom een kat te weinig water binnenkrijgt en dus te weinig urine produceert. En ja, dan heb je dus meer kans op het samenklonteren van die stoffen tot blaasruis. Nou, ik zei het daarnet al even, ook de kattenbak speelt hierin een belangrijke rol. Want als de kattenbak niet aan de wensen van jouw kat voldoet, dan zal die kat zijn urine langer ophouden. En als die urine langer in die blaas blijft zitten, met al die stoffen erin, dan
is er dus meer tijd om blaasruis te vormen. Dus het zorgen van optimaal kattenbakmanagement, met een mooi woord, dat kan er ook voor zorgen dat jouw kat vaker gaat plassen. En dan kan hij die stofjes dus uitplassen nog voordat het blaasruis gevormd is. En met die kattenbak, hè, dat heeft te maken met de vorm van de kattenbak, de grootte van de kattenbak, het grit, maar de locatie. Maar ook daar geldt weer de interactie met andere katten, andere huisdieren, kinderen, allerlei stressoren die ervoor kunnen zorgen dat die kattenbak het liefst niet gebruikt. Uiteindelijk doet hij het misschien wel. En dan heeft hij die urine dus eigenlijk te lang opgehouden en is de kans op het krijgen van blaasruis gewoon groter. Dus je ziet, er zijn heel veel dingen die daarbij een rol spelen. Het is vaak ook niet één dingetje. Het is een scala aan dingen die je kunt veranderen, die je ook moet veranderen om het goed op te lossen. En het is een heel duidelijke verklaring waarom het bij sommige katten geen probleem is en bij andere katten wel een probleem is. En nu willen jullie natuurlijk allemaal heel graag weten van wat ga ik dan doen? Hoe los ik het op? Nou, dat ga ik jullie vertellen in een andere video. En blijf dan dus gewoon dit kanaal in de gaten houden. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Tot dan!